Gouden Muren. Een hele vervelende avond hier in Venlo, hè? Ja, dat kun je wel stellen. Ik denk dat je dat nog zachtjes uitdrukt. Ja, want hoe kun je eens uitleggen hoe zoiets voor jullie in het veld gaat? Ja, voor mij persoonlijk, ik kom erin met de rust, met alle goede bedoelingen. En binnen een paar minuten gaat die 3-0 erin. En dat doen we niet goed. En dat is met de eerste twee goals ook al. En zij komen 1-2 keer voor de goal en hij zit er meteen in. Ja, dat is gekut. Is dat een gebrek aan vertrouwen in de ploeg of ligt het dieper? Ja, ik zou het echt niet durven te zeggen. We willen allemaal, we doen keihard ons best, we trainen hard. En ik weet niet of het dan is omdat die 1-0 er weer in gaat. Maar dat moet er echt uit, want anders dan hebben we een heel groot probleem. Ja, wel je eerste minuten voor NAC. Niet de leukste wedstrijd om het te doen, maar goed, misschien wel lekker om weer in het veld te staan, als we dat zo mogen zeggen. Ja, als we dat dan als het zo bekijken, natuurlijk is dat lekker. Natuurlijk teleurgesteld weer in het resultaat. Voor mij persoonlijk, ik moet meer minuten maken en daar ga ik mijn best voor doen.